Wie is jouw grootste held? Andrew Tate, man. Hij heeft veel geld en ik wil later ook rijk worden. Mijn grootste held? De Almachtige. God. Ze zijn toch mijn ouders, man. Ja? Sjam. Boef en Yusuf. Die ken ik goed. Nou, ik heb twee helden. Marielle en Jimmy. Zij zijn straatcoaches hier in Den Haag Zuidwest. Is dat een one taker? Nee. Marielle en Jimmy, jullie zijn actief in de wijk. Maar wat houdt dat precies in? Wat doen jullie? Ja, we lopen op hotspots en daar gaan we op zoek naar jongeren, in gesprek met hun en kijken of er hulpvragen zijn. We helpen ze met betrekking tot school, maar ook werk, thuis, eigenlijk allround. Wij met z'n tweeën lopen Wateringseveld, Moerwijk. Maar we zijn met z'n negenen en we doen verschillende wijken van Den Haag. Kijk eens, daar hebben we de helden, strijders. Ah. Heel maar. Ik kan me best voorstellen dat het niet makkelijk is om in één keer naar iemand toe te stappen die je misschien niet 1, 2, 3 kent. Nee, daar heb je zeker gelijk in. Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk over te komen. We proberen echt een relatie te bouwen met die jongens, waardoor je dus niet dat autoritair gevoel krijgt en maar weer meer een vriend van iemand wordt. En daarom zijn wij denk ik in het leven geroepen om dat zo gemoedelijk en zo makkelijk mogelijk te maken voor de jongens. Jeez! Is het zo zeg maar dat jullie vaak proberen bij de jongeren te komen nog voordat ze in de problemen raken met eventueel justitie of politie? Jazeker, proberen we ze eigenlijk te duwen naar ja, werk, een school, een stage, een ja, dat ze eigenlijk hun tijd helemaal zo vol hebben dat ze niet... Dat ze geen tijd hebben om dat te gaan ja. doen. Ja, precies. Ja, ja. Is dat goed? Dat zij liever eerst naar de jongeren toestappen dan dat een politieagent of een handhaving dat doet? Beter dat zij het eerst doen. Ja? Ja. Want als een jong iemand, een tiener bijvoorbeeld, gelijk de politie voor zich neus heeft, dan schrikt hij denk ik ervan om eerder met zulke mensen bijvoorbeeld. En met zo iemand vertrouw je wel iets meer, zeg maar. Durf je wel iets meer te vertellen dan de politie, weet je? Stel je zegt tegen de politie, ja, ik heb dit en dat gedaan, dan zeggen ze gelijk van, oh ja, laat me even jouw ID zien en zo, snap je? Maar deze mensen, je kan gewoon vertellen, er is niks aan de hand, snap je? Daarom. Heel fijn, heel fijn. Goed op te horen. En volgens mij is dit pleintje toch ook wel echt een hotspot, hè? Als er vragen zijn. Hey, kerel. Lekker, hoor. Goed, lekker, lekker. Dit is Tarek, een van de sportiefste jongens van Wateringseveld. Dankjewel, dankjewel. Oh shit! Oh shit! Hey! Dit is het perfecte voorbeeld van een jongen die echt niks met zijn leven aan het doen was. Nu lekker sportief bezig is. Aan het leren met verschillende opleidingen. En vind je ook dat het nodig is dat je bijvoorbeeld mensen hebt zoals Jimmy, straatcoaches, of als Marielle die in de wijk actief zijn? Tuurlijk, tuurlijk. Je hebt heel vaak mensen die gaan niet luisteren naar een docent die zegt van ja, je moet dit en dit doen. Jimmy die heeft er verstand van, die is zelf ook een irritante jongen geweest op straat. Dus, guilty. Dus dan kunnen die jongeren die denken dan van ja, ik kan beter naar hem gaan luisteren, want hij heeft het ook meegemaakt. Jij kan trucjes met de step, ik kan dit. Aangezien we toch even aan het uitsloven zijn, doen we het jasje uit. Deze man is gek! Dat is leuk, man. Oh, je bent gekke man. Ons doel is eigenlijk om duizenden van die Tareks te hebben hier. Hier, maar overal eigenlijk. Meer Tareks,